In deze video ga ik 400 kilometer fietsen van de Belgische grens naar het noordelijkste puntje van Nederland. Het gaat zeer pijn doen aan mijn billen. Zoveel pijn aan mijn kont. Het gaat regenen. Inmiddels ook gewoon echt nat. Soms is ook mijn accu leeg. Dit is het zwaarste wat ik ooit heb gedaan in een video. Kan ik nog stoppen nu? Dus ik zou zeggen, like en abonneer en veel kijkplezier. Die fiets zit helemaal opgepropt in die auto. Maar we zijn bij het startpunt, dus we gaan de fiets uit de auto halen. In deze video ga ik vanaf de Belgische grens naar het noordelijkste punt van Nederland fietsen. Het is meer dan 350 kilometer als ik de juiste route neem. En dat ga ik doen op deze prachtige fiets van Groenwich. Dus let's go! 11 uur en 50 minuten, 224 kilometer naar de plek waar ik vannacht wil slapen. Let's go! De eerste kilometers op de fiets. Het is nog aan het schemeren. We gaan lekker beginnen. Het is inmiddels licht en ik kreeg net in mijn oortje te horen dat de eerste 10 kilometer erop zitten. Ik rij in ieder geval nu een andere route als ik de vorige keer met Govert deed, want hier ben ik nog nooit eerder geweest. De vorige keer met Govert ging dit fietsavontuur niet helemaal goed. Ik hoop dat het nu beter gaat. Ik kan me niet heugen dat ik zoveel pijn heb gehad. Niet meer op een zadel gaan zitten een paar dagen hoor. 120 kilometer lijkt me inderdaad geen goed idee. De eerste grote stad, Tilburg. We rijden nog steeds op stand 1. Ik zet hem even lekker op stand 3. Dan gaan we makkelijk de eerste berg op als het goed is. Gaat makkelijk zat zo. De eerste 25 kilometer zitten erop. En dat is de helft van de eerste stint voor mij. Ik ga bij elke 50 kilometer stoppen. Even pauze houden en dat duurt iets meer dan 2 uur elke keer ongeveer. Mijn reet doet nou al zeer. Na 34 kilometer zie ik Thijs eindelijk. Blijf gewoon doorrammen. Bijna 48 kilometer gehad. De billen beginnen aardig pijn te doen. Ik fiets momenteel op de elektrische fiets van Groenwich. Een topkwaliteit fiets als je het mij vraagt. Ik kreeg hem thuis gestuurd en hij zat al voor 80% in elkaar. Dus binnen een uur had ik hem in elkaar gezet. Gedurende deze fietstocht heb ik hem uitgebreid getest en ik kan niet anders zeggen dan dat ik deze fiets zou aan. Waar ik nu fiets heb ik wel eens eerder gefietst. Dit is ongeveer 80 kilometer vanaf mijn huis. Ik ben hier met de mountainbike er naartoe gefietst om hier wild te kamperen. Dat is het leuke van dit soort dingen. Je hebt gewoon vette herinneringen. En uiteraard pijn in je billen een paar dagen. Maar over een paar jaar heb je die pijn niet meer. Maar ik heb nog wel de mooie herinnering. Oh, mijn kont gek ouwe. De eerste 50 kilometer zitten erop. Maar mijn bibs vindt het helemaal niet lekker meer. Tijd voor wat drinken en wat eten. Even die calorieën flink bijvullen. Kont voel ik al goed. Dus ik ga zo nog even staan. Het is tijd om weer op pad te gaan. Volgende 50 kilometer fietsen. Dan heb ik 100 gehad. Dan ben ik bijna halverwege voor vandaag. De brug naar Gorinchem. Gorinchem, weet ik veel. We rijden net voordat we de 60 kilometer aantikken door Gorinchem heen. En hier is blijkbaar het centraal station. Wat de rij staat op het laatste streepje. Dus dat wordt spannend. We rijden nu in het dorpje Arkel. Mocht ik door het dorp fietsen of het stadje waar jij woont, laat het weten in de comments. Kilometer op deze accu. Ik hoop dat ik zo Thijs tegenkom. Die heeft de accu's die we nog hebben bij zich. Nieuwland, volgend dorp. Ik ben op dit moment in een inhaalrace met een oude dame op een elektrische fiets. Op dit moment heb ik 69 kilometer afgelegd. U heeft een flinke tempo in. We hebben gewonnen. Mijn batterij begint te knipperen. Dat die knippert is wel eens geen goed teken namelijk. Ik krijg nu in mijn oortje te horen dat we 72 kilometer hebben gefietst tot nu toe. Maar goed, ik ga doorzetten. Mijn navigatie zegt net, rij 5 kilometer rechtdoor. Ik kan nog maar 4 kilometer rijden. Nog maar 1 kilometer te rijden. Ik denk dat ik de pineut ben. Momenteel rijden we Vianen in. En ik heb nog 1 hele kilometer. 0 kilometer.
Hij is op, hij is op. Nee. Ai, ai, ai. De eerste batterij is leeg na precies 80 kilometer. Deze hele lange weg achter mij hebben we al zonder accu gedaan. Het is wel een stukje zwaarder. Ik rijd nu rond de 23 in plaats van 25 en een beetje. Oh, ik wil accu. Ik heb nu denk 3 kilometer zonder batterij gereden. Dat is wel iets zwaarder, dat rijdt toch minder lekker. Ik zit nu iets over de 80 kilometer. Ik moest een klein beetje omrijden, want Thijs zei ik ben bij de koop. Tijd voor een nieuwe accu. Tijd om te gaan rijden weer. Accu'tje zit erin. 103 kilometer kan ik voorlopig rijden. We rijden een nieuwe gein in. Holland Casino Utrecht. Even wat drinken hoor, onderweg. De eerste 100 kilometer zit erop, kreeg ik zojuist te horen. En ik fiets op dit moment ook Utrecht uit. Wat meer rust zo, het is best wel druk en chaotisch. Elke keer links, rechts, rechtdoor en dan rij je 100 keer verkeerd. 4 uur en 20 minuten op de fiets. De billetjes die beginnen het al te voelen. Groene Kan, Maartensdijk. Ik heb inmiddels 105 kilometer gefietst. 106 kilometer gefietst en mijn billen vinden het niet meer leuk. Verrassing, het doet zeer. Hollandse Rading. We zijn inmiddels dus in Noord-Holland. We zijn in de volgende grote stad. Tenminste, een grote stad, Hilversum. We rijden in een prachtig natuurgebied tussen Hilversum en Laren. Ik zit inmiddels 117 kilometer op de fiets en we rijden het natuurgebied weer uit. Onderweg naar Laren, het centrum, om daar even wat te eten. Ik zag net in mijn app dat ik ongeveer 3000 calorieën verbrand heb en er misschien 400 of 500 heb gegeten. Hier zit een eetcafé en daar ga ik even lunchen. We hebben zojuist het eten gehad. Dit is niet alleen voor mij, ook voor Thijs. Ik ga wel het frietje van Thijs stelen. Ik zat net bijna aan de 118 kilometer toen ik hier even ging zitten. We zijn over de helft van de afstand die ik vandaag wil fietsen. We zitten 120 kilometer op vandaag. En we gaan gewoon weer verder nadat de lunch nu op is. Dus tijd om te gaan. Blarikum. De lunch zit erin. Ik heb gewoon nog steeds eigenlijk wel trek. Het nadeel van zoveel kilocalorieën verbranden, je blijft trek hebben. Aardige huisjes wel hoor. Almere Haven. We zijn het water over naar Flevoland. We krijgen net de melding 130 kilometer. We moeten dus nog minder dan 100 kilometer. Dat is nog een uur of 4,5. En ik zit nu 6 uur op de fiets. Dat betekent dat ik 10 uur plus op de fiets ga zitten vandaag. Jullie kunnen wel voorstellen hoe dat gaat voelen aan het eind van de dag. Ik ga ook steeds vaker even zo staan. Tja, ik denk dat ik die kant op moet. Wat de hel? Die zonder pad. Welkom in Flevoland. Alles is plat en het waait. Ik moet 11 kilometer rechtdoor op deze weg. Dus ik kan er wel even vooruit. Hier in Flevoland waait het veel harder dan in de rest van Nederland. Ik heb een schuine tegenwind. Oh, het is echt ineens gewoon ook niet meer leuk. 140 kilometer gehad. Ik heb pijn aan mijn reet. Het begint langzaam flink irritant te worden. Ik ben kapot. Wat een stom idee. Waarom bedenk ik dit soort dingen ook? Zeewolde, Dronten, Lelystad. We zitten echt in de middle of nowhere van Flevoland. Oei, oei, oei. Mijn billen doen echt zeer. Ik kan nog 24 kilometer op deze accu. Daarna moeten we nog wel een stukje eraf. Dus we gaan gewoon aan de derde accu beginnen straks. 150 kilometer in één dag houden. Het gaat inmiddels echt niet meer lekker. Van dat zadel afkomt doet het pijn. Als ik erop ga zitten doet het echt pijn. Even een mini pitstop. En ik ga weer kijken hoe pijn dit doet. Over 5 kilometer is deze accu op. En die van mij is al een tijdje op. Dus ik ben blij dat ik een accu heb in mijn fiets. Jeetje. Deze fiets is geweldig.
165 kilometer plus zitten we al op. Dat op een fiets kan, dan moet die goed zijn, toch? Ik heb hem voor jullie goed getest. Check even de link van Groendig in de beschrijving. Koop je elektrische citybike daar. Hij doet het overal, gaat als een trein. Ik heb net een hele kilometer staand gefietst om mijn billen even te ontlasten. En we hebben inmiddels nog maar 3 kilometer op de accu. Tijd voor een pitstop. Nee hoor, ik ga even naast mijn fiets staan. 103 kilometer kan ik hiermee fietsen. Thijs gaat nu de sleutel bij de Airbnb ophalen. Want daar moeten we voor een bepaalde tijd zijn. En dat ga ik niet redden helaas. Ik moet nog 60 kilometer. En ik heb er 170 gehad. 230 kilometer op één dag. Wat een hel. Weet je waar ik me echt op verheug? Om straks even te douchen. En op bed te gaan liggen. Gewoon even niks te hoeven. We gaan gewoon keihard doorrammen. Oké, ik ga weer verder. Ik ben inmiddels alweer een paar kilometer onderweg. Ik heb nu nog even goede moed. Goed, als ik dan hoor nog 56 kilometer, dan heb ik echt geen zin meer. De zon is daar langzaam onderaan het gaan. Als de zon straks onder is, wordt het een helse tocht helemaal alleen. Fietsen nou een aardig heuveltje op. Standje 3. Hij heeft zelfs 5 accuversnellingen. Dan hoef ik bijna niks te doen. Dan reed ik zo, hoppa, heuvel op. Welkom in Zwifterband. Na uren geen enkel bordje gezien te hebben, rijden we eindelijk weer in een dorpje. Zwifterband. Wie kent het niet? Ik moet naar die weg. Geen idee hoe ik daar kom. Dat gaat ook niet de goede kant op. Lekker extra kilometers maken, dat is waar we echt zin in hebben. Ik kreeg net de melding dat ik 178 kilometer heb gefietst in 8 uur en 1 minuut. Waarbij aan het begin het zadel erg prima zat, zit hij dat uiteraard inmiddels al lang niet meer. Daar fiets ik. Blijven gewoon doorfietsen. Wat een avontuur. Wat is het meeste aantal kilometers dat jij ooit op één dag hebt gefietst? Laat het weten in de reactie. Daar is het IJsselmeer. En dit is het Ketelmeer. Die gebouwen daar is Eiland Urk. 188 kilometer zit erop. We moeten er nog ongeveer 40. En dan zijn we bij onze slaapplek. Nagelen. Daar ben ik ook voor het eerst, denk ik. Inmiddels begint het al langzaam een beetje te schemeren. Ik heb mijn licht aangezet. Op naar een plekje om te eten, want ik begin echt weer trek te krijgen. En die paar reepjes, dat werkt gewoon niet. In 9 uur en 1 minuut 200 kilometer gefietst. Ik ben bijna op de plek waar ik ga eten. Daar ben ik over 3 minuutjes. Maar even die 200 kilometer foto. Ik kan niet meer. Tijd om even wat te eten. Nog 30 kilometer, maar dat gaat nog een strijd worden. Eindelijk avondeten. Colaatje erbij voor wat extra energie. Gooi het even snel naar binnen en dan gaan we nog de laatste uur 20 minuutjes fietsen, denk ik. Eten zit erin, laatste 30 kilometer. Wish me luck. Typ even sterkte Tom en vooral Tom's kont in de comment. Het laatste stuk is ingegaan. Nog een kleine 30 kilometer. Even doorzetten. Het is inmiddels wel echt donker. Gaat je gewoon door. Goed licht op de fiets. Dat gaat helemaal goed komen. Dat was Emmeloord. Ben ik er al? Ergens midden in het donker komen we aan in Kruinen. Terwijl wij richting het eindpunt van vandaag komen, blijkt het weer van morgen een stuk minder lekker te worden. Zou jij gaan fietsen als het kaart regent? Zou jij zoveel kilometers kunnen fietsen binnen 2 dagen? Dit gaat nog kilo worden, 12 kilometer. En dat is het ook nog op de fiets. Dus het zou zomaar kunnen dat de accu het laatste stuk niet redt. Even dat laatste 3 kwartiertjes nog. Gaat het inmiddels ook niet meer zo vanzelf en niet meer zo hard. Nog 4 kilometer. Ik kan nog 4 kilometer. We zijn bij een volgend dorpje. Olde treinen. Nooit van gehoord. Ik dacht we zijn bij Wolvenga, maar dit is Zonnega. 0 kilometer. Wolvenga. Daar is die hoor. Oh, accu. 0 kilometer. 240 kilometer gefietst plus. Ik ga Thijs naar het huisje, want ik wil zitten. Wat een dag, wat een dag.
Wat een avontuur, 240 kilometer. Goedemorgen. We hebben geslapen, ik ben in slaap gevallen. Wekkertje ging net, we moeten zo weer verder. Ik ga me zo maar aankleden en dan moeten we maar weer gaan fietsen. Goedemorgen, het is tijd om weer te gaan fietsen. Dus dat ga ik maar lekker doen. Ik ben benieuwd hoe het gaat als ik ga zitten. Au, nou ik ga. We zijn weer onderweg, ik ben nog niet helemaal wakker. Het is iets na 8 's ochtends en we moeten nog iets van 5,5 uur fietsen. Dat is natuurlijk nog best een afstand. We rijden Wolvenga uit. Tijd om even mijn ontbijtje erbij te croissantje extra met de jas gedaan. Het is best wel grauw weer zoals je kan zien. 250 kilometer hebben we afgelegd. Nog 100 kilometer te gaan naar het eindpunt. Gelukkig is het toch goed als droog. Ik voel af en toe wel spetter met dit vochtige weer. En nou, het is gewoon vochtig. Maar zolang het zo goed als droog is, ben ik gewoon blij. Het zou namelijk heel de ochtend gaan regenen. Maar we hebben geluk, het gaat er allemaal net lang. De eerste 25 kilometer zitten erop. Maar zoals je ziet, word ik steeds natter. Dus ik ga even mijn regenjas aan doen. Gaan we maar weer. Een miljoen uur. Ik werd net gebeld door Thijs, ik sloeg linksaf. En Thijs zei, als je rechtdoor rijdt, dan ben je 19 minuten sneller. Google probeert mij elke keer via langzamere wegen te sturen. Het scheelt even weer een stukje fietsen. Snelweg 200 die we passeren. Donkerbroek. Oké. We komen weer een dorpje tegen waar ik nog nooit van heb gehoord. Houlen. Ik ben toch nog aardig nat gespetterd net van de hele tijd die spetters, maar het lijkt nu in ieder geval weer droog. Ik zag net dat ik nog 75 kilometer moet naar het eindpunt. Iets meer dan 3,5 uur ongeveer. Zo. Het geeft me bijna. SV Houlerwijk. Oh ja joh. 280 kilometer bijna gefietst. Net voor de 300 ga ik even stoppen. Dan hebben we iets van 55, 60 kilometer gefietst ongeveer vandaag. Dan is het tijd om even relaxed te doen. Nu weer asfalt. Dus dat gaat goed komen. Dorpje 1. Woont er ook één iemand? Weet je wat me zo verbaast? Het is best wel mistig en toch waait het hier gewoon hard. Misschien zet ik hem straks wel gewoon lekker in standje 3 in plaats van 2. Zwaarder dan gisterochtend toen ik het super naar mijn zin had. Maar goed, het hoort erbij. Mistig en toch waait het hier gewoon hard. Oh. 300 kilometer. Nou goed, nog 50 kilometer naar het eindpunt. Ik ga even een half uurtje zo staan. Tijd voor de laatste 50 kilometer naar het eindpunt. Ik weet niet of ik het in één keer ga doen of in twee. Ik heb nog niet zo'n zin. Oh! Alweer 3 kilometer onderweg na het 300 kilometer punt. Mijn handen zijn nu echt heel koud aan het worden. Dat is niet heel fijn. Maar goed. We zijn nu in de laatste uren van deze barre tocht. We gaan nu naar Groningen toe en dan daarna het laatste stuk. Daar zal het wel helemaal koud worden, maar goed. Helemaal blauw die handen joh. Kijk hoe blauw mijn handen zijn. Ik weet niet man, het is ineens veel kouder. Oh, we zijn in Groningen, laatste 45 kilometer. Maar mijn handen is echt niet chill meer man. Oh, het begint echt zeer te doen ouwe. Ik heb één handschoen gekregen van Thijs, die kon die vinden. Deze hand heeft de koud. Dit gaat een stuk beter. De Groningen uit. Nog 30 kilometer, over een kilometer of 5 ga ik nog één laatste keer even stoppen. Want
Moet er goed rust nemen zo. Thijs belde net, die kan hier nergens in de buurt komen. Ik rij ook echt in de middle of nowhere. Dus we rijden nu even nog zo'n 4 kilometer tot ik Thijs nog even meet. Chillen we nog heel even. En dan is het tijd voor de laatste stint. Lekker windje wel. Daar is Thijs. We rijden nu middelstuum in. En ik ga even op de bankje zitten. Oh. Nog 25 kilometer. Uurtje fietsen. Laatste uur fietsen. Go. Oeh, mijn billen vinden. Het is inmiddels ook echt wel aan het spetteren. Het is niet meer een paar druppies, helaas. Gadverdamme. Ik ben gewoon nu nat aan het regenen. Hoppa. Hoppa. Vet. Qua dat te gaat is Nederland best een mooi land. Voor fietsen is er een hoop geregeld. Google klopt dan misschien niet altijd, maar er kan een hoop. Best leuk zo'n avontuurlijke route. Veel van Nederland mogen zien. Dat is het vette aan zo'n avontuur. Ik ben op plekken geweest waar ik nog nooit ben geweest en misschien ook wel nooit meer kom. Dat was die pijn aan de billen dan zeker waard, dan later. Kijk, nog zo'n avontuurlijke. Hoppa. Lekker stukje avontuur gehad. Nog minder dan 20 kilometer, maar... Mijn billen willen echt niet meer inmiddels. Ai, ai, ai. Eindelijk even tussen wat huizen. In het open is echt verschrikkelijk met al die wind. Het is echt niet lekker meer. Volgens mij is daar weer een dorpje. Kunnen we ook weer even uit de wind, maar daarna is het straks op een gegeven moment klaar. Daar zal het wel nog wat harder waaien. Ik ben wel een beetje, echt een beetje klaar. We moeten nu nog 12 kilometer fietsen. Dat is nog minder dan 5% van de gehele route. Maar dit zijn wel de zwaarste kilometers, want mijn billen doen zeer, mijn benen willen niet meer en de regen en tegenwind helpen natuurlijk ook niet mee. Nog even doorzetten dan. Kijk hoe demotiverend dit eruit ziet. Nog een half uur. Maar ik heb echt geen zin meer. Mijn billen doen zo pijn. Mijn benen zijn verrot. Mijn knieën doen zeer. Ik heb het koud. Ik ben nat aan het regenen. Ik ben inmiddels ook niet meer een beetje nat. Het blijft gewoon een beetje door miseren, spetteren gebeuren. Ah ja, chill. Achter is gewoon de Waddenzee en dit laatste stuk heb ik wind tegen. Nog 6 kilometer. Ik heb geen zin meer. Kan ik nog stoppen nu? Kijk waar ik rijd. Er is hier niemand. Het waait hard. Ik heb het koud. Ik ben inmiddels ook gewoon echt nat. De miezer begint steeds harder en harder te worden. Hè? Ik heb even 2 minuten nodig. Ik ben helemaal zeiknat inmiddels. Nog 12 minuten fietsen ongeveer. Wat een zware strijd is dit zeg. Vooral dit laatste stuk in the middle of nowhere. Waar ik gewoon inmiddels helemaal zeiknat ben. Echt shout-out naar Groendig voor het lenen van deze fiets. Ik zou zeggen koop er één. Dit is echt een topfiets. Hij heeft gewoon bijna 400 kilometer afgelegd in 30 uurtjes. Tenminste... Als we zo de laatste 10 kilometer nog even afleggen. Ik ga op die fiets stappen en ik ga het afmaken. Hier het eindpunt. Daarboven. Ah. Ah. Yes. Nog 200 meter. Ah. Shit. Oh. Noordkaap van Nederland, het vasteland. We zijn er. Oh. 350 kilometer gefietst nu in 2 dagen. Yes! Yes! Wat een prestatie. Ik ben wel een beetje trots op mezelf.
net echt geen zin meer, man. Ik heb echt harde wind tegen, heel mijn broek is inmiddels doorweekt. Ik dacht, oh, spet het een beetje. Ik hou mijn broek gewoon normaal aan. Geen regenbroek. Niet verstandig. Gelukkig heb ik in de auto schone kleren. Laat even weten waar ik de volgende keer naartoe moet fietsen. Groendicht, bedankt voor het sponsoren van deze video. Jullie fiets heeft het fantastisch gedaan. Helemaal niks mis mee over zo'n afstand. Kan niet anders dan goed zijn. Gebruik TOM200 voor €200 korting op jouw fiets. Ik zou zeggen bestellen. En thanks voor het sponsoren, Groendicht. Oh, we zijn er.